Zeeuwse lobby tijdens Prinsjesdag. Het is dinsdag 15 september. Dit is Zeeland Nu. Miljoenennota valt tegen voor Zeeland. Afspraak vergeten, boete betalen. Hulpverleners blikken terug op mistongeluk. Dag dames en heren. Prinsjesdag vandaag. Dus de troonrede en vooral de presentatie van de miljoenennota. Veel was uitgelekt, maar nog niet alles. Want het is een enorme stapel plannen die in de verschillende begrotingen staan. En in Den Haag, verslaggever Ariane Laforte. Ja, Ariane, jij hebt de miljoenennota doorgenomen. Wat zijn de belangrijkste zaken voor Zeeland? Nou, uit de eerste scan blijkt dat het woord Zeeland of Zeeuws in de 22.000 pagina's van de miljoenennota niet voorkomt. Even ter geruststelling ook het woord Brabant, hè, een grotere provincie. Het woord Brabant lezen we niet terug. Zeeland had uit die miljoenennota toch heel graag iets meer willen halen. Bijvoorbeeld over maatregelen tegen de bevolkingskrimp. Hè. Hoe gaat de regio, moet de regio daarmee omgaan? Over natuurcompensatie, over delta, over de agrarische sector, over havens. Maar helaas weinig tot niks. En hoe reageren de Zeeuwse bestuurders daarop? Nou, we hebben heel kort al gesproken met Zeeuwse provinciebestuurders. Die zeggen erg teleurgesteld te zijn. Dat ook, zeggen ook dat andere bestuurders van andere provincies ook teleurgesteld zijn. Van ja, het gaat alleen maar over dat het economisch weer wat beter gaat. Maar speelt zich dat alleen maar in de Randstad af, is de opmerking dan. Naast mij staat VVD Tweede Kamerlid André Bosman uit Zeeland. Meneer Bosman, wat had u over Zeeland willen weten uit die miljoenennota? Nou, mooi zou geweest zijn als we hadden gepraat over de aanpak van de stikstofproblematiek. Waarbij er een beperking is voor boeren, maar ook voor bedrijvigheid. En het zou mooi zijn als we daar wat meer... Heel belangrijk voor de Zeeuwse havens. Absoluut. En als we daar wat meer duidelijkheid over gehad. Maar daar gaan we zeker nog naar vragen. Want Zeeland wil toch stikstof blijven uitstoten, omdat anders de industriële ontwikkeling in gevaar komt. Nee, het gaat om dat je groei beperkt. En het is juist nodig, zeker voor de toekomst, nu de economie beter gaat, voor alle Nederlanders, dus ook voor de Zeeuwen, is dat we die groei niet beperken door stikstofbeperking. Ook ja, heel weinig daar dus over. Bent u ook teleurgesteld? Ik ben niet teleurgesteld, want het is goed nieuws. Een verbetering van de koopkracht voor iedereen, ook dus voor de Zeeuwen, betekent dat er een toekomst is voor meer banen. En meer banen voor Zeeland is uitstekend. Toch nog een klein plusje. Meneer Bosman, dank u wel. Alsjeblieft. Ja, de eerste reacties vanuit Den Haag. Ook in Den Haag de hele dag het provinciebestuur, zodat Zeeland voortaan niet vergeten wordt. Het is voor het eerst dat de provincie zich zo manifesteert op Prinsjesdag. Den Haag vanmorgen. Het Zeeuwse provinciebestuur vergadert vandaag niet in Middelburg, maar in de Hofstad. Het is voor het eerst dat de commissaris van de Koning Han Polman en zijn vier gedeputeerden samen in Den Haag zijn op de derde dinsdag van september. Ze houden er niet alleen hun wekelijkse vergadering, maar ze zijn ook in Den Haag om Zeeland beter op de kaart te zetten. En dat is volgens de commissaris van de Koning hard nodig. Vaak wordt Nederland bestuurd van alle provincies zijn hetzelfde. Wij weten wel beter met onze afstanden, met verdeling van geld, over onderwijs, veiligheid, gezondheidszorg. Moet rekening worden gehouden met de andere structuur die we als Delta-provincie hebben. Dus dan moet je hier zijn om dat en die boodschap nog eens een keer te onderstrepen. Het is niet alleen de dag waarop de koning de troonrede voorleest en het kabinet de miljoenennota presenteert. Het is ook de dag waarop invloedrijke Nederlanders elkaar ontmoeten op netwerkborrels. En waar politici uit de regio de horloges gelijk zetten met hun partijgenoten in Den Haag. Zoals SGP-gedeputeerde Van der Maas, die hier partijgenoot en Kamerlid Elbert Dijkgraaf ontmoet. De krimp in Zeeland. Je weet best wat dat een problematiek is. Ja, ik vind dat daar wel veel meer aandacht aan gegeven moet worden dan er nu gegeven wordt. Dus daar gaan we wel voor knokken hier. Ja. En PvdA-provinciebestuurder De Reu die hier het Zeeuwse Kamerlid Albert De Vries tegenkomt. Het is een ideale gelegenheid om te lobbyen voor Zeeland in een tijd van een kabinet dat volgens ons provinciebestuur meer oog heeft voor de Randstad dan voor Zeeland. Ja, die miljoenennota viel dan een beetje tegen, maar die dag voor de Zeeuwse provinciebestuurders viel uiteindelijk niet tegen dan? Nou ja, het is natuurlijk lobbywerk. Je moet altijd maar zien wat daar uitkomt. Ik heb trouwens nog een heel klein plusje tot slot te melden. In het verleden had het kabinet 3 miljoen euro toegezegd voor als bijdrage voor de sanering van het vervuilde terrein van Termfos. Uit de miljoenennota blijkt dat Zeeland die 3 miljoen euro ook echt daadwerkelijk krijgt. Tot nog een klein plusje. Dankjewel, Ariane.
Ziekenhuis Zorgzaam gaat mensen die niet komen opdagen op een afspraak een rekening van €50 sturen. Vorig jaar verschenen bij Zorgzaam 8000 mensen niet op hun afspraak zonder zich af te melden. Dat kost het ziekenhuis veel tijd en geld. Vooral operaties kosten al gauw meer dan €1000, maar ook andere afspraken kosten vaak honderden euro's. Zorgzaam denkt met de boetes en het no-show-percentage van 3,5% naar 2,5% te brengen. En dat zou ervoor zorgen dat ieder jaar 2000 patiënten sneller geholpen kunnen worden. Scholengemeenschap Nehalenia in Middelburg werkt hard aan het verbeteren van het HAVO-onderwijs. De leerlingen van de HAVO presteerden de afgelopen jaren bij de eindexamens onder het landelijk gemiddelde. Volgens Nehalenia komt dat vooral door de populariteit van de school. Op het moment dat het heel druk wordt en je als organisatie heel erg veel tijd moet besteden aan het organiseren van het onderwijs, dan kan het zijn dat de aandacht voor het primaire proces, zoals we dat noemen, misschien wat daaronder leidt. De onderwijsinspectie heeft het verbeterplan voor de HAVO goedgekeurd en houdt de scholengemeenschap goed in de gaten. Ze komen in januari terug. En dan hebben wij dus een aantal maanden de tijd om goed te laten zien dat we de trend naar boven weer te pakken hebben. En dan kunnen ze wat ons betreft ook in elke les gaan kijken en met elke docent of leerling spreken. Want dan is het volkomen helder dat we er weer staan. De winnaar is Thierry. Elektro-telecombedrijf Paré uit Zeerhoek is Zeeuws familiebedrijf van het jaar. De jury vindt dat Paré van historische en maatschappelijke waarde is voor Zeeland. We doen heel veel voor onze mensen, heel veel voor Zeeland. En dat het op deze manier beloond wordt, vinden we echt hartstikke mooi. Het is de tweede keer dat de prijs wordt uitgereikt. De wedstrijd is in het leven geroepen omdat familiebedrijven in Zeeland belangrijk zijn voor de economie. Nu is het zover, nu zie je al het moois waarvoor wij gestreden hebben. Het prachtige stadsparkje, dat zie je nu op de schop gaan. En u ziet het, er is bijna niets meer voor over op dit moment. Het is een droevige week voor Jacques Geschieren uit Zierikzee. De werkzaamheden voor een nieuwe inrichting van het havenpark zijn begonnen. De gemeenteraad van Schouwen gaf groen licht voor de plannen, ondanks ruim 11.000 handtekeningen tegen het plan die door Geschieren waren opgehaald. Het nieuwe plan voor de herinrichting is modern, is open en ik vind het niet passen bij het oude karakter van dit monumentale stadje. Ook de oude haven krijgt nog een opknapbeurt. Volgend jaar moet dat allemaal af zijn. Tientallen kinderen zijn vanmiddag als VIP onthaald bij het filmfestival Film by the Sea. De kinderen mochten verkleed als filmster uit een grote limousine stappen en over de rode loper naar binnen. Daar werden ze getrakteerd op iets lekkers en gingen ze samen naar de film. Als filmster hier naartoe is best wel bijzonder, want dat doe je bijna nooit. Ik vind het echt heel spannend. Zo spannend! Ik krijg er bijna kippenvel van. Het hoort wel bij school en ja, alleen maar werken is ook niet leuk. Dus ja, dit hebben we ook wel verdiend. Kids by the Sea is een initiatief van de Rotary Club Vlissingen om kinderen kennis te laten maken met cultuur. Morgen is het precies 1 jaar geleden dat er op de A58 in dichte mist meer dan 150 auto's en vrachtwagens op elkaar botsten. Het ongeluk veranderde niet alleen de levens van veel automobilisten, maar ook die van hulpverleners. Je kan er niet bij stilstaan, want anders wordt het uitvoeren van je functie eigenlijk onmogelijk. Maar ja, je zit toch wel eens 's avonds in de stoel even stil, dat je zegt, joh, laat mij maar even. Het doet je zeker wel wat. Het is niet iets wat een stukje gewenning is. Nee, zeker niet na al die jaren. Het waren allerlei kleine ongevallen bij elkaar die allemaal op zich al heel heftig waren. Dat maak je normaal gesproken op één dag al niet mee. En ja, nu heb je het op één grote berg, dus dat neem je zeker mee. Rini Lambrechts is die dag officier van dienst geneeskunde. Hij is als een van de eerste ter plaatse en is degene die alles moet organiseren. Ik kan me nog herinneren dat ik aankwam rijden en echt een dikke mistbank inrijd. Ik wist waar mijn ambulance stond. Het was hectometerpaaltje 155,7, dat staat me er goed bij. En ja, dan ga je gewoon aftellen, dan rij je naartoe. En al rijdende probeer je een beeld te krijgen.
Beeldvorming is een van de eerste prioriteiten voor mij. Ja, en dat is gewoon het eerste anderhalf à twee uur niet gelukt. Omdat het is zo groot, de kop, het midden, de staart. Nou ja, eigenlijk anderhalf uur begon dat een beetje te dagen. Ook omdat dan alle opgeschaalde hulp gearriveerd was en aan het werk was. Op de eerste ambulance die ter plaatse is, zitten John Gelijnse en Johan de Haan. Ze beginnen aan een werkdag die ze nooit voor mogelijk hadden gehouden. Gegil, gehuil, je hoorde van alles, geroep. Dus het was echt een filmscène eigenlijk waar je op dat moment inloopt. Ja, en een enorme chaos. Het was alsof auto's gewoon uit de lucht naar beneden waren gevallen. Het zag er niet uit als een logisch ongeval waar we normaal gesproken bij komen. Dit was echt een grote bende eigenlijk, om het zo maar te noemen. Jullie waren hier als eerste ter plaatse. Ja. Ben je dan blij als je de sirenes hoort en dat de collega's onderweg zijn? Ja, zeker. Ja. Heel vlot waren er al collega's achter ons aangekomen. En die kunnen daadwerkelijk gaan behandelen. Dus die moet je dan op de hoogste prioriteit neer gaan zetten. En ja, lieverlee kwamen er steeds meer collega's, ook van de politie die daar hier ter plaatse was. Die mensen die hebben ook, ja, weet je, hebben allemaal gevochten als leeuwen. En de brandweer ook, die dan ter plaatse komt. En dan merk je dat het toch het gaat lopen. Wat daarin ook wel indrukwekkend is dat je op een gegeven moment collega's uit Amsterdam ziet arriveren, uit Utrecht. Je weet gewoon, het hele land is eigenlijk met zo'n ongeval op dat moment bezig. En dat geeft je ook wel heel veel steun op zo'n moment. Dat je denkt van ja, we staan er hier nu niet alleen voor. We vormen echt een machtig groot team op dat moment. Een onstuimige dag vandaag. Flinke windstoten, regen, onweer. Het werd niet warmer dan 16 graden. Vanavond wordt het een stuk rustiger en droog. Ook morgen in de loop van de dag regen en onweersbuien en nog steeds veel wind. Donderdag in de middag neemt de wind af, maar het blijft regenen. En dat was Zeeland Nu voor vandaag. Meer nieuws op de site. Ik wens je alvast een hele fijne avond.